Bij Passé zijn er heel veel mogelijkheden om je zadel op te pimpen. Dan kun je bijvoorbeeld de stiksel veranderen in een kleur die je mooi vindt. Op dit zadel zie je het mooi die beige stiksel voorbij komen. Ook in je kussen kan je heel gaaf een randje laten zetten, zoals deze blauwe lakrand. Kun je ook hier zien de verschillende opties die er zijn, zoals bijvoorbeeld zelfs rood. Natuurlijk kun je ook kiezen om je zadel een heel andere kleur te doen. Dus ik heb hier bijvoorbeeld inderdaad een zwart zadel en hier een bruin zadel. En wat heel gaaf is, is dat je ook je bies van je zadel, of je biezen eigenlijk, in verschillende kleuren kunt doen. Zoals hier, dat je zegt ik heb een lakleren randje en een lakleren randje aan de voorkant. En ik ga jullie nog wat meer gave dingen laten zien. En dat is dat je nog meer opties hebt ook qua steentjes of inlages. Zelfs roze is mogelijk. Een stenen randje. Die hebben ook daarvan voorbeelden op het zadel. We gaan eerst even aan de zijkant. Want hier zie je al iets prachtigs schitteren. Zie je bij je beugelriem van lak, zeg maar. Daar waar je beugelriem doorheen kan steken van lak met een heel mooi steentje erin. Hier achterin zie je een Maresso achterkant met een, dus hier een lakbies, een lak ook in de lepel en mooi een stenen randje. Hier dus zie je in het blauw met ook hier inlages in lak en een steentje. En aan de voorkant als finishing touch nog een lakrandje. Je kan ook natuurlijk gewoon wat meer basic gaan. Dus alleen hier een lakrandje en hier achterin. En deze die heeft dus een lederen achterkant, maar wel met een dubbele rij Swarovski stenen en ook nog zo'n lak leren randje. Dus kortom, wat je wensen ook zijn, we kunnen er heel veel mee om je zadel helemaal mooi te maken zoals jij wil.